echte voorjaarsdag. Her en der wat maartse buien. Maar ik loop hier voor mijn gevoel een immens grootse weidse woestijn. Het is in het Nationaal Park de Hoge Veluwe. En juist nu, vroeg in maart, kun je op deze plek de eerste tekenen van het voorjaar zien. Nou, moet je kijken, dit is toch een geweldig gezicht. Dit is echt het begin van het voorjaar, wat mij betreft. Hier op het stuifzandgebied. Want overal waar je kijkt, zie je die rood-oranje gloed van de sporenkapsels van het ruig haarmos. En dat zijn de vrouwtjes. Want je hebt vrouwtjes en mannetjes van het ruige haarmos. En die mannetjes hebben niet die sporenkapsels, maar die hebben van die kleine rode spatbekertjes. Of ook wel achterlichtjes genoemd. Waar als het flink regent, de zaadcellen uitspringen. De naam ruig haarmos is echt perfect gekozen, vind ik. Want hij staat echt op de meest ruige plekken die je maar kunt voorstellen. Daar waar veel zand stuift, daar staat hij. En net de eerste algen hebben er gegroeid. En daarna kan deze kolonist zich vestigen. En van hieruit groeit hij met dikke plakaten. Jaarlijks centimeters tussen die en door die zandlaag heen. En dat zorgt ervoor dat deze soort langzaam maar zeker het stuifzand vastlegt. Dat het ruig haarmos nu aan zijn voortplanting doet, dat is zo logisch als wat. Want er heerst hier een woestijnklimaat. In de zomer kan het hier makkelijk op een windluwe plek in de zon 50 graden boven nul worden. Dan wordt het zelfs het ruig haarmos te heet onder de voeten. Dan hoor je hier nu achter me de roep van de raaf. En het is nu, begin maart, de tijd om de balts van de raaf te zien, hier in het stuifzandgebied. Want ze broeden al heel vroeg. En nu zijn ze actief. Als koppels zijn ze aan het baltsen met een geweldige baltsvlucht. Nou, een raaf onderscheidt zich van een zwarte kraai door zijn roep. Die is heel herkenbaar. Dat is die roep, heel nasaal, heel herkenbaar, nu te horen. En daarnaast heeft hij een wigstaart. En dat is echt een heel handig middel om die mooie salto's en draaiingen mee in de lucht te kunnen doen. Nou, in Nederland broeden er ongeveer 100 paardjes raven, waarvan het merendeel hier op de Veluwe. Het is de tijd om ze te gaan komen kijken.